Welkom bij deze korte instructie over het ledigen van rolcontainers. Deze instructie is een aanvulling op de basistraining veilig inzamelen. We gaan er dus vanuit dat je al weet hoe je veilig moet inzamelen. We richten ons nu op de bijzonderheden van rolcontainers. We hebben verschillende soorten containers. Mini-containers hebben altijd twee wielen en zijn er in twee maten, 140 liter en 240 liter. Rolcontainers is onze verzamelnaam voor containers groter dan 250 liter. Rolcontainers hebben altijd vier wielen en zijn er in veel maten. We kennen drie verschillende opnamesystemen. Bij mini-containers gebruiken we het zogenaamde kamsysteem. De containers worden tegen de kam aangezet en vervolgens automatisch opgepakt en geledigd. Bij rolcontainers kennen we de DIN-opname en de GESIC-opname. Erik zal zo het verschil uitleggen. Ja. De bovenste knop gaat altijd, als je met de bovenste knop bedient, gaan altijd de stoeltjes gaan omhoog. Of je nou een rolcontainer light of een mini-container, maakt niks uit. Met de bovenste knop gaan ze omhoog en met de onderste knop gaan ze naar beneden. Als je op de rolcontainers hebt, als je op mini-containers hebt, dan gaan ze apart van elkaar. Als je op mini-containers staat, dan moet een groene lampje bovenin branden. Op een groene knop drukken, gaan er twee groene lampjes branden. En dan doet de mini-containers kun je laden, anders gaat het niet. Maar we zijn nu voor de rolcontainer. Eén keer erop. Je kon denken dat als je de containers laadt, en dan moet je even kijken wat voor soort container. Rolcontainers met vier wielen. Dan staat hier een containertje en dan zie je twee wielen. Zie je een wiel voor en een wiel achter. Dan heb je rolcontainers, mini-containers, gewoon een klikootje met één wiel. Altijd omhouden. Als het lampje achter de rolcontainer brandt, is het voor de rolcontainers. En brandt het lampje voor de mini-containers. Als het goed is. Dan doet de mini-container het. En als je het niet doet, altijd omdenken, bij mini-containers moeten de groene lampjes branden. Dan kun je ook nog zakken laaien. Dan druk je op dit knop, staat een vuilniszakje naast. Dan kun je altijd makkelijk losse zakken erin gooien. Let op, één persoon bedient de knoppen, de andere beladen houdt afstand. Maak hier duidelijke afspraken over. Probeer nooit handmatig te corrigeren terwijl je collega bij de knoppen staat. Als je rolcontainers laait, doe de armen open. En als er nou licht aan, dit soort aan, wat een soort rolcontainer je pakt. Maar je hebt met een lange sleutel die je kan pakken, en je hebt een arm die in een nok valt. Ligt een beetje aan de container. Als er plastic nok of ijzeren nok aan de zijkant zitten, dan moet je de binnenste arm hebben. En heb je van de lange sleufgaten, dan moet je de buitenste arm hebben.
ongeveer. Houd hem ongeveer boven de container. Ongeveer, doe hem eerst omhoog zetten. In de hoogte, de voet is erop. Als hij zo erin zit, omhoog, dan werkt het lekker. Bovenaan even wachten, boven laten hangen en dan weer terug naar beneden. Bij deze valt altijd de deksel goed dicht. En als hij naar boven gaat, dan valt hij dicht. En zodra hij weer neer wordt gezet, dan valt hij open. Altijd boom denken dat hij altijd dicht, dat hij er goed in ligt, dat hij goed dicht kan vallen. En als hij los en als je hem op de grond zet, kijk of hij open zit. Dan heb je goed terecht kan pakken. Rolcontainers verplaatsen we altijd met twee personen tegelijk. Bij het terugplaatsen van de container zetten we de wielen in die mogelijk in de rijrichting. Daarna zetten we de rem op de wielen. Plaats de container zo terug dat de remmen aan de voorkant staan. Dan kun je de container de volgende keer makkelijk van de rem halen. Al onze voertuigen hebben hun bijzonderheden. Heb je vragen of twijfels? Vraag het dan aan je chauffeur. Hij legt het graag aan je uit. En denk eraan, wij werken veilig of wij werken niet.